De vakcentrale C47 heeft gisteren een paneldiscussie gehouden met als thema de gevolgen van de wijziging van de wet op staatsschuld. De inleiders waren Robbie Berenstein en Wirén Ayodhya, terwijl het panel bestond uit Anthony Wong, Stanley Bettersen, Shyam Binda en Armand Sunder. Er is felle kritiek geleverd op het financieel beleid van de regering. Wat is er gebeurd en heeft die wet gewerkt? Oh, dat is een vraag. Die wet heeft inderdaad gewerkt. Hier ziet u de ontwikkeling van de afgelopen 3 jaar. In blauw ziet u de binnenlandse schuld. Oranje of geel is de buitenlandse schuld. En die rode lijn, dat is het plafond. Het plafond is niet 1 bedrag, ik zal uitleggen waarom, maar die varieert in de loop van de tijd. Wat wel opvalt, als je goed kijkt, is dat men, tenminste als je blauw en geel optelt, dat men altijd wel onder het totale plafond is gebleven. Pas in 2019, januari, februari ergens, is er wel een overschrijding plaatsgevonden van het binnenlands plafond. Er zijn namelijk 3 plafonden. Binnenlands, buitenlands en totaal. De wet is dus na die periode door Wijlen André Telting geconcipieerd. En het is daarom een direct gevolg, ja, van wat zich toen heeft voorgedaan. Dat is al door Wijlen aangegeven. De bepalingen die er toen in die wet zijn opgenomen, zijn daarom voor de werkende klasse van eminent belang, omdat die er alleen maar zijn om de werkende klasse, maar ook de totale samenleving, te beschermen. En met het wegnemen van deze bescherming, ja, heeft men ons in principe vogelvrij verklaard. Ja, zo ervaren wij dat als werkende klasse. De inleiders Wirén Ayodhya en Robbie Berenstein over de negatieve ontwikkelingen na de aanname van de wet op staatsschuld. Ook Armand Sunder had kritiek op het beleid van de regering. Ik wil even aangeven waar wij nu staan als land. Onder meer heeft er een enorme onderschatting plaatsgevonden van de ratings die Suriname heeft gehad de afgelopen tijden. En nu worden we ermee geconfronteerd. Omdat nu wij naar een andere markt willen gaan om te lenen, namelijk de kapitaalmarkt, niet meer de concessionele markt. En wat blijkt? Dus dat de kapitaalmarkt nu dat vertrouwen niet heeft in die Surinaamse economie en de bestuurders. En het gevolg daarvan is dat men onderpand wil hebben van eigenlijk de visebronnen van dit land. Armand Sunder, gisteren tijdens de discussieavond van de vakcentrale C47 in het Lalaroek-gebouw. Er is felle kritiek geleverd op het financieel beleid van de regering.